met ook dames die gewoon vanuit Redenswaard komen en nu misschien elders voetballen. Hè, om te laten zien dat wij hier onze zaakjes heel goed voor elkaar hebben en dat we ontzettend blij daarmee zijn. En ja, dat is wel mede mogelijk dankzij dit soort sponsoren, hè, die daar toch flink in de buiten hebben getast om jullie in de volledige tenue te stoppen. Mooie kleding, dus ik wou de sponsoren heel even een hand geven en een bloemetje overhandigen. Henk, gefeliciteerd met jullie nieuwe sponsoren. Dat is toch een mooie en prachtige samenwerking. Daar zijn we ook zeer blij mee. Ja, maar hoe is dat zo gekomen? We zijn aan het eind van vorig seizoen. Hebben we hier met de dames om tafel gezeten. En toen kwamen er wat opmerkingen over dat het vrouwenvoetbal toch wel iets meer aandacht mocht hebben. Iets meer aandacht om het verschil, zeg maar, met de mannen wat meer gelijk te maken. Nou, dat hebben we ons als JVC, zeg maar, en ik als trainer, dan hebben we ons dat ter harte genomen. En ik ben op een gegeven moment op zoek gegaan naar een aantal sponsoren. En daar hebben we een soort overlegd van, goh, stel nu dat jullie overgaan tot sponsoren. Wat zouden wij als dames, JVC, dan voor jullie kunnen betekenen? Ja, daar zijn we heel blij mee, ja. En het idee erachter is, is ook heel erg leuk, want... Wij zetten zeg maar de dames ook in voor activiteiten, omdat we altijd op zoek zijn naar vrijwilligers. En dat heeft Harry al gedaan met zijn Iedereen Zingt, Everybody Lingerie en Primera en nog meer vrouwelijke onderneemsters die organiseren Femmes aanstaande in april. Dus, voor wat hoort wat, zeg maar. We hebben gezamenlijk met Iwish Opticians, met Everybody Lingerie, met Primera Meisjes en met Unique Jeans and Collection een pakket samengesteld voor de dames waarin een jas zit en een polo, een broek en een tas. En als extraatje hebben de dames van Everybody Lingerie hebben een sport BH gesponsord. En hoe noemden jullie dat? Move your body, not your boobs. Hartstikke mooi. Goed om te horen, wel.